Een delegatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft haar opwachting gemaakt bij president Chandrika Persat Santokhi. Dit gebeurde op zaterdag 14 mei 2022 op het kabinet van de president, waarbij de delegatie onder leiding van minister Brontosi Mohajo met het staatshoofd van gedachten heeft gewisseld over verschillende beleidsgebieden het departement rakende. De bewindsman werd vergezeld door onder andere BISA-directeur Nasir Eskak, Anastasia Kanapé-Pokki als directeur van het Centraal Bureau voor Burgerszaken en BISA-onderdirecteur Marjorie Mouillet. Vandaag moesten we een presentatie houden voor de president ten aanzien van de verschillende beleidsgebieden die op het ministerie van Binnenlandse Zaken in behandeling zijn. We hebben de beleidsgebieden religieuze aangelegenheden, we hebben CBB, we hebben PSR hebben we ook, we hebben gender, we hebben ook kustwacht. Dus al deze beleidsgebieden zijn in een presentatie aan de president voorgehouden, waarbij we ook de low-hanging fruits hebben gedaan. Dus daar gaat het om de output die de beleidsgebieden voorop hebben gesteld en dat we dat allemaal willen realiseren. En in samenwerking met de regering natuurlijk om dat te bewerkstelligen. Oké, op het gebied van genderbeleid, zou u kort daarover kunnen ingaan? Want aangezien de voorbereidingen er zijn op de voorzitterspositie bij de CARICOM, hoe ziet het genderbeleid eigenlijk eruit voor de komende 5 jaren? Het genderbeleid is een heel belangrijk aspect op het ministerie van Binnenlandse Zaken, dus waarbij we het genderbeleid uitdragen door man-vrouw natuurlijk. We proberen de gelijkwaardigheid te bewerkstelligen. Zowel in politieke partijen op regeringsniveau. Dus dat proberen we samen te doen. Het gaat om man-vrouw, de samenwerking. En de president heeft ook aangehaald, als we kijken naar de universiteit, waarbij de vele vrouwen studeren en het aantal van de mannen heel laag is ten opzichte van de vrouwen. Dus dat we daaraan moeten gaan werken om die gelijkheid toch wel te bewerkstelligen. Ja, CBB, zoals u heeft gezien in de presentatie, het gaat om de transformatie van CBB. We willen zo dat orgaan weer die plaats geven wat CBB verdient in de maatschappij, dus ook de klantvriendelijkheid is ook ter hand genomen. Dus we werken aan de verbetering, dus ook dat we dienstbaar zijn aan de samenleving. Dat is ook een prioriteit van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Jawel, tot slot zou ik alleen nog willen weten wat het hoogst op de agenda staat en wat de ontwikkelingen daarvoor zijn en hoe het precies aangepakt gaat worden. Sowieso, alle beleidsgebieden zijn belangrijk. We hebben wel ook onze focus op PSR, Public Sector Reform. Dus waarbij we een verplichte landsdienarenregistratie een aanvang daarmee willen maken. En het is van belang, omdat om beleid te maken moet je informatie hebben. En door een verplichte landsdienarenregistratie kunnen we beleid ontwikkelen. En dat is een van de prioriteiten van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waarbij we ook samen met alle actoren de nodige informatie zullen verzamelen.